op de voorpagina komt. Hè. Dus de kinderen waren buiten aan het spelen, maar in de caravan. In de caravan. Oké. En de caravan is nu weg. Die wil ons echt iets zuinig maken. Ja, dat is toch maar voorzichtig. Maar dat komt wel in orde. Meneer, politie hier. Hallo, wat is er gebeurd? Als er iets met die kinderen is, dan gaat u een beste dag niet zijn. Hè. Daar in de caravan. Goedendag, mevrouw, meneer. Meneer, onze kinderen zijn ontvoerd. Je moet ons direct helpen. Ontvoerd? Ja, ontvoerd, ja. Ik ga u onmiddellijk bij mensen brengen die u verder helpen. Volg mij maar. Dank u. Wat is er juist aan de hand? Wel, de kinderen waren buiten aan het spelen in de caravan. Ja, die denken dan als ze op vakantie zijn. Ze vinden dat plezant en zo. En opeens, ja, kwam ze binnenroepen en ze waren... De caravan was weg en mijn kinderen ook. Die caravan is van jullie, die staat op de oprit. Op de oprit staat, ja. Oké. Okay. Die is weg. Dus de kinderen waren buiten aan het spelen, maar in de caravan. In de caravan, oké. Okay. En die caravan is nu weg. Hoe oud zijn de kinderen? Acht, een doktertje van 8 en 11. Een jongen van 11. En hoe heten ze? Chanel. Miguel en Chanel. Die caravan, hoe ziet die eruit? Wat is dat voor iets? Een wit, voornamelijk wit en een blauwe streep langs de zijde. Oké. Een nummerplaat? QAAB 216. Uw zoontje die heeft wel geen gsm of zo? Die is al 11? Ja, dat heeft een gsm. Zo. Hier dan, dacht ik. En heeft hij de gsm bij hem? Of? Ja, die heeft hij altijd bij. Toch, ik heb een vastspreker. Miguel? Schatje, is alles oké met u? Ja. Maar is... Waar zit jij nu? Oeh. Wat gebeurt er? Jij zit hier in ons. Is papa aan het rijden? Nee, papa is hier, jongen. Alles komt goed. Miguel, kun je mij horen? Ja. Ik ben Tinneke, ik ben van de politie. Jouw mama en papa die zijn hier bij ons op het politiebureau. Want ze hebben, er zijn mensen die de caravan van jouw mama en papa hebben meegenomen zonder hun toestemming. Dus dat is wat er nu aan het gebeuren is. Het ziet rustig. Oké. Kunt je mij iets vertellen of dat jij iets ziet door het raam? Een grote straat met allemaal bomen. Met veel bomen? Deze? Bouwde kom nog. Ja. Oké, Miguel, hier is wat we gaan doen. Hè. Jij gaat met mij aan de telefoon blijven. Ik ga samen met Koen, dat is mijn collega, en met onze hond... Gaan we in de auto springen en we gaan jullie komen zoeken, oké? Ja, dat is hier een zeer moeilijke situatie. Hè. Die daders dat die caravan hebben gestolen, die weten waarschijnlijk dat er kinderen in zitten. En dan is maar de vraag, wat gaan ze doen als ze die kinderen ontdekken? Dus het is niet aan ons om die mannen zo snel mogelijk te vinden, vooraleer dat zij de kinderen in de caravan ontdekken. Neem uw gsm mee dan, mevrouw. Ja. Chanel. Is uw zusje oké? Die is bij jou toch, hè? Ja. Is daar alles goed mee? Ja. Ga jij goed op haar passen? Oké, super. Kun je mij eens vertellen wat hij ondertussen nog ziet? Een bus. Een bus, oké, dat is heel goed. Maar wij mogen toch mee of... Maar de collega blijft nu in contact met Miguel om hem zo snel mogelijk te kunnen lokaliseren. Wij gaan de speurhond meenemen. We kunnen eventueel volgen, maar wij gaan zo snel mogelijk om hem te kunnen pakken. Oké? Okay? Ça va? Komt goed. Allee, jongen. Zijn we aan het weekend nog van sporters, hè? Of weet een zware training? Ja, dat moet elk weekend gebeuren. Hè. Ik pak dat elke dag een beetje. Echt een diehard, hè? Ja, man. Maar daarna een goede steekje, dat deugt je dan eens, hè? Zo'n goed vleesstukje. Heb je dat nooit? Ik snap dat echt niet dat je dat binnenkrijgt. Maar waarom niet? Dat is een vlekker. Weet niet, als je dat zo aan het snijden zet, zo. Ja, Robin, het is goed. Moet het niet horen. Ah, ja. Dat je dat overwerkt kunt krijgen. Ik bedoel, zo'n arm diertje is ervoor gestorven. Voor een stukje vlees. Ik ga nu eens wat kooklessen geven. Vegetarisch koken. Wanneer past dat voor u volgend weekend? Ik ben vrij. Zeker dat je vrij bent? Ja. Ik dacht zeker dat je zegt, je moest gaan bloemschikken. Bloemschikken? Man, toch wat. Jij hebt echt een verkeerd beeld van mij, hè? Nee, maar jij ziet... Ik bloemschik in mijn vrije tijd. Jij ziet er zo typisch uit, zo? Nee. Ik ga veel met een hond wandelen. Dat wel. Maar Sjus gaat zijn labrador zeker? Ja, een bruine. En hoe noemt dat beest? Dat beest? Cosmo. En eigenlijk noem ik hem meer Cozy. Cozy. Cozy Mozy.
En waarom dat? Ja, verkleinwoordje, hè. Gelijk jij, Robin. Robin, dat zou ik zeggen. Robinski of zo, hè. Dat zou ja, maar je gaat mij echt niet Robinski noemen, hè. Hé, Femke, Pempe, Kdemke. Ja, dat doe je niet. Oh! Allee. Je gaat die bekend overheen. Robin, jawel. Ja, maar ja, wat loopt die hond hier ook los? Want dat is niet mijn schuld, hè. Dat is baasjes zijn schuld, ja, hè. Maar toch. Ja, we gaan eens klein worden. Femke is duidelijk wel een grote dierenvriend. Nu, het intrigeert mij ook dat de hond zo zat te staren aan ons in het midden van de baan. Maar uiteindelijk een loslopende hond, dat kan niet. Die hoort aan de leiband en liefst zo dicht mogelijk bij zijn baasje. En dat wil ik hem wel heel duidelijk maken. Maar dan moeten we uiteindelijk wel het baasje vinden. Ah, wel? Niet zo nerveus. Maar, zijn we voorzichtig? Maar, Robin, ja, maar een braaf beest, dat ziet het ook zo. Zelfs een straathond of zo, hè? Een straathond en een halsband aan. Ja, dat is ook een feit. Natuurlijk nog een plasje. Dat is typisch aan mannetjes, hè? Oeh, manneke. Hoe ziet het dan nu dat een manneke is? Maar Robin, dat zie je toch zo? Ja, daar zit ik niet aan te kijken, zeg. Heb je een voorlichting gehad, zeker? Jawel, maar ik zit er gewoon niet op te letten. Kom. Robin, die wil ons iets zeggen, zeg. Ja, hoor eens hij, die is er binnen. Ja. Snel een huisje. Die wil ons echt iets duidelijk maken. Ja, maar, zet toch maar voorzichtig, hè. Maar dat komt wel in orde. Dat is een braaf beest. Ja, dat weet ik niet. Hij klapt in ons, hè. Wat is er? Zie je? Hij is hier gegaan. Je is hier binnen gegaan, Robin. Eens kijken, voorzichtig, ja? Hè. Ja, oké. Okay. Meneer. Kom eens hier. Meneer, politie hier. Hallo, wat is er gebeurd? Kom hier. Meneer. Kom hier. Allee. Belt een dispatch, maar hij heeft een zwakke ademhaling. Het is wel stabiel en blijft heel rustig. Ja, ik stuur de mug naar hier, hè. Ja, meneer. Hallo, meneer. Dispatch voor Echo 210. Je moet zo snel mogelijk de mug sturen naar de Michielsstraat nummer 43. Een bewusteloze man gevonden, een zwakke ademhaling. Over. Ja, het is op komst. Zonder een hond had hij hier nog heel lang gelegen. Meneer. Flinke jongen. Het is toch top wat hij heeft gedaan. Nee, hij is toch gewoon naar zijn baasje geleid. Het is toch ongelooflijk, zo'n beest. Goed gedaan, zeg. Hij is een held, jij. Miguel? Kunt je mij vertellen wat je nu ziet? Ik zie geen treinsporen meer. Geen treinsporen meer, oké. Tineke is nu aan de telefoon met Miguel. Miguel en Chanel waren al spinnen in de caravan toen dat die eigenlijk gestolen is geweest. Dus nu gaan we proberen aan de hand van de beschrijving dat Miguel ons geeft, dat we die caravan kunnen lokaliseren. Miguel? Ja? Kunt jij door de caravan, door het raam, de auto zien? Ja. Kunt jij zien hoeveel mensen dat er in die auto zitten? Oh, ga ik even kijken. Ja, kijk eens. Twee. En kunt jij de nummerplaat zien? Maar. LUP 409. Oké, 1 LUP 409. Dispatch voor NAL 110. ASAP een indexnummerplaat. 1 Lima Uniform Papa 409. De nummerplaat is nagekeken, dus dat wel gesignaleerd als gestolen. Ja, dat was te denken, hè. Miguel, je bent er nog, hè? Ja. Zie je nog iets anders ondertussen? We zijn trager aan het rijden. Je bent trager aan het rijden. En wat zie je? Wat zie je door de ruiten? Een veld. Ja, een veld. Jullie zijn gestopt met rijden? Ja, we zijn gestopt. Oké, okay, wat kun je zien door de ramen? Een terrein om te golven, is dat wat je zegt? Ja. Gelijk minigolf? Nee, echt groot golf. Ik denk dat mijn papa in de golf komt. Jouw papa komt daar? Ja. Oké, zie je nog iets anders? En dat was het. Godverdomme. Ja, maar wacht. Wat zijn zijn papa komt daar golven? Zijn papa komt daar vaak golven. Ja, een echte golf, geen minigolf. Dispatch al van de 10. Kun jij ASAP contact opnemen met de vader van Miguel? Want blijkbaar, ze zijn gestopt. En Miguel wist ons te zeggen dat ze aan een golf staan. Aan die golf, zijn papa komt daar heel vaak. Dus die gaat weten waar dat is om dat exact adres te hebben.
gaat die golf staan hier dan? Ik heb nodig alles. De boomdingen, aan de ring hier. Kan ik hier nog in de rijn? Nee, gewacht, Koen. Ik wil eerst bevestiging hebben. Ze biedt zitten we verkeerd. We kunnen hier geen tijd mee verliezen. Het is straks voor 9:30. 9:30, luistert. De vader die zoont bij een kerstboom. Dit? Terboom. Ja, oké, okay, Roger, we gaan er naartoe. Stuur ook al nog andere ploegen naar hinder. Dat is de golf van de... Je wordt me niet wakker. Meneer! Robin, Ella, je neemt iets vast. Hier, het hangt wel onder de kwijl, maar... Ja, dat mag niet uit. Ik zal eens kijken. Oh, hier. En? Ik denk dat ik al weet wat het is. Dat is voor ze in suikers te prikken. Even te kijken hoe hoog ze in suiker is. Volgens mij is het een diabetes. Dan is hij in dingen gaan. Wacht, hypo of zoiets. Ik heb dat nog wel eens gehoord. Dat hij te veel of te weinig suiker heeft. En dan, ja, dan krijg je zo'n trip. Voilà, hij is er. Laat een hond hier, hè? Ja, ja. Hier. Ja. De deur staat open. Ja. We denken te weten waar dat Chanel en Miguel zijn, de kinderen die in de gestolen caravan zaten. Vlak voordat de telefoon werd afgepakt van Miguel, heeft hij gezegd dat ze aan het golfterrein zaten waar hun vader vaak komt. Ze gaan er direct zijn. Ja, hun veiligheid is onze grootste prioriteit. Hè. Dat is hier is dat golfterrein. Ja, maar gaan we de parking of... Kunnen ze niet? Pas op, pizza. Gaan we caravan doen. Marie? Ja. Kom maar. Heb je dat rechts, hè? Ja. Wil ik? Je deur gaat naar hier open, hè? Ja. Oké. Okay. Hier is niemand meer, Tineke. Leeg of wat? Zijn weg. Goeie. Nee, hier ligt wel nog een muts en een sjal. Dat gaat waarschijnlijk van... Ja, achteruit. Dat gaat waarschijnlijk achteruit van die Chanel en die Miguel zijn, hè. Pak het mee voor sporen. Ja. Voor Barry. Ja, we gaan direct werken. Foei, rustig, rustig, ja, rustig. Nee. Ga dat dicht doen, hè, kom. Ja, ça va. Oké, okay, hoor. Wat is dat? Oké, hoor. Kom, wat is het? Ja, die zijn met die auto weg, Koen. Die heeft die kinderen in die auto gezet, hè? Had hij erin gezet, hebben of wat? Ja. Nee, gaan niet verder, hè. Ginder is een boer. Dan moeten we ginder iets gaan zien anders. Aan die boerderij, dat boer nog. Ginder iets gaan zien dan vroeger? Ja, met een auto dan, hè. Word ik niet hoog gelopen. Meneer, wat is er gebeurd? Politie, blijven! Hier! Hey! Hier blijven! Hier blijven! Hier! Hij heet hem. Dus de kinderen waren buiten aan het spelen, maar in de caravan. Oké. Okay. En die caravan is nu weg.